dankjewel. Zeg het maar, wat is de eindstand? Ja, 2-1 vind ik een mooie uitslag. 2-1, die heb ik al. Maar zet dan moet ik 1-0 met rust. 1-0 met rust, ja. Oké. Okay. Leo van Veen, de nieuwe trainer van de FC Utrecht. Oké, okay, die heeft betaald. Zeg het eventjes, de eindstand Nederland-Engeland. Ik zie Nederland winnen met 3-1. 3-1, ja. Zegt Leo van Veen. En de ruststand? Ja. Is 2-0. Technisch directeur van Roda JC. Huub Stevens heeft betaald. De eindstand Nederland-Engeland, zeg het maar. 2-1. Je is al vaak gezegd, wat is sorry. Je sorry, oh, nee, dan maak ik 3-1. Dan maak ik 3-1. Is ook net gevallen? Oh, die Leo weer, zeg. Leo van Veen, ja? 3-2. We gaan nog even door met poelen. Hier wordt Peter Post van een tientje ontdaan. 10 gulden, ik schrijf even een kruisje. Post heeft betaald. Nou, de eindstand. Zeg het maar. Als ze zouden winnen? Ja. 1-0. 1-0. En wat is de ruststand? 0-0. Voormalig goaltjesdief Ruud Geels. Nee, ja, geef maar. Dat is voor Nederland-Engeland, zeg het maar. De eindstand? 2-1. 2-1. Ja? En de ruststand? 0-1. 0-1. Oké. Okay. Nou, goed, we gaan het zien. En hier herkennen we Warempel, mijn broer René. Van de Kerkhof. Oké, okay. Zeg het maar. De eindstand van Nederland-Engeland? 2-0. 2-0. En wat is de ruststand? Ruststand 0-0.